Zo, goedemiddag. Ik ben vandaag onderweg in het Begijnhof. Mechelen heeft dus ook zijn Begijnhof en dat zijn een hele hoop straatjes. Het enige probleem is dat ik niet echt weet waar dat begint en ik weet ook niet waar dat juist eindigt. Dus als iemand daar meer informatie over heeft en je bekijkt dit filmpje op YouTube, moet je dat gerust van onderbij schrijven, dan word ik zelf daar ook een beetje wijzer van. Het is gewoon de bedoeling dat ik jullie hier een beetje de omgeving en de rust laat zien en dus hier volgen de beeldjes. Zo, moest je ondertussen dorst gekregen hebben, dan is dit het adresje waar dat moet zijn in Mechelen. Het Anker en een aanrader, Gouden Carolus of de Manenblusser. Typisch Mechels biertje. Ga maar eens proeven. Zo, dit was mijn korte video over het bezoek aan het Begijnhof. Moet je zeker ook eens een keer doen als je in Mechelen komt. Een weerwaar van straatjes en zoals ik in het begin van deze video zei, als iemand mij kan wijsmaken waar dat juist begint en waar dat eindigt, dan zou ik daar heel dankbaar voor zijn, want eigenlijk weet ik dat zelf niet. Je hebt het groot Begijnhof, je hebt het klein Begijnhof. Eigenlijk ben ik zo'n beetje blijven rondlopen waar dat in het Begijnhof ook jaarlijks de rommelmarkt doorgaat. Dan dacht ik van, aha, dan zit ik uiteindelijk in het Begijnhof. Dus zover mijn kort verhaal over het Begijnhof. Als jullie mijn filmpje bekijken op YouTube, een duimpje omhoog is heel tof. En abonneren zou ik nog veel toffer vinden. En anders, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Dag!